Beste kijkers, Tulpen uit Istanbul daalde neer in Theater Zuidplein voor een bijzondere muzikale ontmoeting tussen Nederlandse, Turkse, klassieke en moderne muziek. Het idee was muziek als bindmiddel. Kunt u dat uitleggen? Ja, ik denk dat elk volk op de wereld zijn eigen muziek heeft en zijn gevoelens met de muziek uit en troost vindt bij de muziek en vrolijk is met muziek. En ik denk dat dat de hele mensheid met elkaar bindt. Het is dat het zoiets universeels als muziek is op de wereld. Ook al klinkt natuurlijk de Turkse muziek bijvoorbeeld heel anders dan Westerse muziek. Of ik zeg maar wat Afrikaanse muziek. In principe is natuurlijk wel de behoefte aan muziek overal hetzelfde. En muziek als vertaler van emoties is overal hetzelfde. Waarom hebben jullie gekozen voor deze combinatie van muziek? Wij zijn allebei klassieke zangers, dus we hebben gezocht naar klassiek repertoire in het Turks en in het Nederlands ook en ook in andere talen. Maar voornamelijk muziek die over Turkije gaat. En nou, zo is deze combinatie ontstaan. Ja, natuurlijk onze kennissen. Turkse muzici die hebben ons ook geïnspireerd. En zo is men met Polat en zijn trio daarbij betrokken geraakt. Op deze manier is het ontstaan. Het was ook de bedoeling dat jullie iets van elkaar zouden leren, het idee. Wat heb je van Merel geleerd? Ik denk dat ik van haar heb geleerd om flexibel te zijn. Om bepaalde stukken zodanig te bewerken, dus dat wij het ook ongewone combinaties konden maken. Dus dat het allemaal kon op een mooie manier. Ik denk dat we elkaar ergens hebben gevonden. Wat ik van Sinan heb geleerd is dat hij, maar dat is dan technisch meer zingen, dat hij heel goed kan focussen gewoon op zijn stem. Dat hoor je, hij heeft een geweldige operastem. Hij kan echt die concentratie opbrengen en dan helemaal in zijn stem gaan zitten. Dat wil ik ook kunnen. Tot
Is het moeilijk voor u om ook gevoel te kunnen leggen in een taal die niet heel natuurlijk voor u voelt, de Turks? Nee, dat niet. Maar het is wel, ik vind wel, en dat vind ik nog niet voldoende van mezelf, ik vind wel dat ik eigenlijk een taal moet beheersen, helemaal. Dus ik heb daar achter in de kleedkamer een boek liggen, Turks voor beginners. Dus ik spreek goed Russisch, ik spreek Italiaans, ik spreek Frans, ik spreek al die talen die je op het conservatorium leert, maar Turks zit daar niet bij. Dus ik vind het wel belangrijk om ook de taal goed te kennen, dat je de nuances van dat gedicht leert kennen. Want ik vond het bijvoorbeeld heel mooi dat olmasaide, dat is dan een beetje verbrokkelen of kapot gaan. En bij solmasaide, met die S ervoor, dat is dan bij bloemen. En dan hoor je ook chichagi, ja, dat spreekt dan dus alweer verkeerd, dat chichagi. En dat er ook dan weer een S in zit. S en dan van chichagi en dan solmasaide. Ik vind dat dan mooi, dat je die nuances dat kan horen in een taal. Maar daar ben ik, dat vind ik, dat moet, kan veel beter. Ik probeer dat te bestuderen en te aan te voelen. Maar in zoverre, ik vind die gedichten prachtig. Dat hoop ik wel. En de muziek helpt ook mee natuurlijk. Absoluut. Want de muziek helpt ook de gevoelens uitdrukken. Ja, eigenlijk, dit is een modern piano. Dus, er is geen pedaal voor de cymbal of iets percussie. Dus ik wil vragen. Wat vond je van de voorstelling? Ik vind het met één woord prachtig. Echt waar. Ik heb eerder Karsu's voorstelling, Karsu de Messe voorstelling meegemaakt. 2 keer live. En dit vind ik er wel een beetje op lijken. Karsu zingt wel meer jazz, maar een soortgelijke muziek eigenlijk. Wel heel mooi. Ja. Ja, niet echt traditionele Turkse muziek zoals we gewend zijn, toch? Inderdaad. Ik hou wel van klassiek muziek, maar over het algemeen... luister ik eigenlijk naar alles, alle soorten muziek. Maar dit vind ik toch wel apart, ja. Nou, ik vind die muziek heel mooi. En ik vind die Sinan Füral, die had ik al eens eerder horen zingen, die vind ik ook heel mooi. Ja, en verstaat u ook iets? Want het is alleen maar Italiaans en Turks tot nu toe. Ik versta het niet, maar er is toch uitleg bij. Dus dat, en de sfeer proef je toch, dus dat is toch genoeg. Okay. U wist wel naar wat voor soort voorstelling u kwam? Ongeveer. Wat vindt u van de voorstelling? Hartstikke mooi. Zeker. En anders dan we normaal gewend zijn van Turkse muziek? Dat absoluut. Ja. En wist u dat toen u kwam? Ik had gegoogeld en geyoutubed, dus ik wist het. Ja. En wat vindt u bijzonder aan deze voorstelling? Ik vind het heel mooi gebracht. De klassieke Turkse liederen in operavorm, heel apart. Ja. Bijzonder, hè, om het in deze combinatie te horen. Zeker, zeker. En deze vrienden die zijn helemaal weg van, dus... Ik denk dat u de microfoon aan hen even moet wijzen. Die hebben meer te vertellen. Ik vind het wel heel bijzonder. Ja, anders dan ik had verwacht in eerste instantie. Maar wel leuk. Ik vind die presentator ook heel leuk ertussen. Dat mag ook wel, anders is het zo zwaar. En dan hij brengt het een beetje luchtigheid in. Ik ben dus ook, ik weet niet of ik dat al heb gezegd, de presentator. Dus ik kom er gewoon af en toe even om iets te zeggen. En als jullie wat willen vragen, naar het toilet willen of zo, kom naar mij. En dan zeg ik dat niet mag. Oh, komisch eigenlijk. Komisch en mooi. Ik moet zeggen dat ik het Turkse stuk vond ik hartstikke leuk. Dat was voor mij echt nieuw. En we wisten vanmiddag nog niet dat we hier naartoe zouden gaan. Dus één grote verrassing. En wat vindt u er komisch aan? Nou, ik vind inderdaad de presentator, die maakte wel een nummertje van... ik weet niet hoe vaak hij het al gedaan heeft. Ik krijg niet het idee dat hij dit al vaker gedaan heeft, maar... Ja, heel vermakelijk en leuk verhaal.
Destijds was die Turken waren in oorlog, die kwamen richting Europa, dus ook richting Wenen. En in de tijd van Mozart werd de piano nog maar net ontwikkeld. Want als je goed kijkt, komt het eigenlijk uit Arabië, de piano. Het is eigenlijk een omgebouwde kanoen. Alleen niet met die stokjes, maar met hamertjes. Maar dat werd toen pas ontwikkeld. En toen bouwde men allerlei toeters en bellen erin. Dus je had niet 3 pedalen, maar je had soms wel 7 pedalen. En 1 pedaal die werkte bijvoorbeeld op een tamboerijn. Al die ringtrommen uit Turkije, dat hoorden ze op straat toe ter tijd. En dat werd dan onder die piano gebouwd. En dan kon je zo, en dat ritme wat ze hoorden van die Turkse militairen en zo, en van die straatmuzikanten, ja, dat ging men overnemen natuurlijk. Want muziek kent geen paspoorten. En vandaar de Turkse mars. Ook Turkse elementen gebruiken in hun compositie? Ja, je hebt. Het viel me wel op dat die melodiek, die modi, die bewegen zich maar in een klein gebiedje. Ik, Joodse muziek heb altijd de dalende terts met de kleine seconde. En de Turkse muziek zal wel die zigeunerladder hebben en zo. En ja, als je er een beetje in duikt, speel je zo mee. Ik heb wel eens met Turkse mensen gespeeld. Muziek kent geen paspoorten.